Met een volle tas en haar gitaar is prinses Alexia naar haar nieuwe school gegaan. En die zit in dit oude kasteel. In dit soort klaslokalen krijgt ze les. Verder zijn hier een tennisbaan, zwembaden en ruimtes om te chillen. Er is veel te doen, want alle leerlingen wonen er ook. Dit is een kostschool. Hij staat in Wales, een deel van het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn veel meer kostscholen. Fleur Launsbach werkt voor het jeugdjournaal in dat land. Nou, het komt hier in het Verenigd Koninkrijk wel vaker voor dat kinderen naar een kostschool gaan. Het heet hier een boarding school en het is dus een school waar je ook blijft slapen. En dan ga je bijvoorbeeld in het weekend of dan ga je in de vakanties ga je terug naar huis. Nou, een boarding school is eigenlijk ook een beetje een ouderwets Brits idee. Het is ook een beetje chic, dus bijvoorbeeld veel politici of bankiers, die zijn bijvoorbeeld naar een kostschool geweest. Op de kostschool van Alexia zitten leerlingen van over de hele wereld. Dat is ook de bedoeling van de school, om allemaal kinderen uit allemaal verschillende plekken in de wereld bij elkaar te brengen. En daardoor leren ze dus ook heel veel van elkaar en van andere culturen. En er hebben meer koninklijke leerlingen op gezeten. Prinses Leonor uit Spanje bijvoorbeeld en prinses Elisabeth uit België. En ook Alexia's vader, koning Willem-Alexander, zat vroeger op deze school. Koningin Beatrix en prins Klaus waren meegekomen naar Wales om prins Willem-Alexander naar zijn nieuwe school te begeleiden. Het is een dure opleiding en je moet een toets doen om toegelaten te worden. Deze school is namelijk heel populair. Nou, ze zal naast de lessen ook veel met andere kinderen samen zijn. En dan bijvoorbeeld sportactiviteiten of creatieve activiteiten doen. En ook veel buiten. Het kasteel ligt aan de zee en er is ook een zwembad. Dus er zal ook vast veel met water en zwemmen zijn. En alle leerlingen doen ook vrijwilligerswerk. Dus die gaan dan bijvoorbeeld bij een lokaal verzorgingstehuis gaan ze een paar uur per week helpen. Of bij de lokale reddingsbrigade bijvoorbeeld. Haar zussen in Nederland ziet ze de komende tijd dus een stuk minder. En als alles goed gaat, komt Alexia over 2 jaar terug met haar diploma.